bij het tweede E3-journaal van 2017. Gisteren heb je al kunnen zien hoe we aankwamen in de Stad van de Engelen. Vandaag starten we een beetje rustig aan, want Florian... Tja, doe nou! Ik ben hier op aan het nemen. Ja, I'm trying to fix it, goddamn. Shut up! Oké, 3, 2, 1, go. Vandaag starten we een beetje rustig aan. Want Florian, tja, die heeft een beetje tijd nodig. Tell me about your night, man. Ik ben eens even gegaan. Toen kwam ik terug en toen dacht ik echt, ja, dat heeft wel geen zin. Want je hebt uiteindelijk... een uur geslapen of zo. Het is misschien niet echt groot genoeg voor twee man. Florian, ben je een beetje opgeknapt? Nee. Je kan je ogen inmiddels wel open doen, hè? Dat wel. Dat komt door mijn eerste maand een duwtje. Nee, ik bedoel, je kan je ogen wel even open doen. Ja. We gaan, je hebt hier, kijk, dit soort broodjes en dit soort beteltjes. Maar het zijn echt sponsen, dat is echt niet normaal, niet te vreten. Dus dan moet je het eventjes in de toaster doen. Toaster. En dan doen we er, wat hebben we eigenlijk, een beetje cream cheese of zo? Wat gaan we vandaag doen? We dachten dat we met z'n allen naar IE gingen. Maar dat feest gaat niet door, geloof ik. Want we hebben contact opgenomen met de huidige PR hier. En die zegt, jullie staan helemaal nu op de lijst, dus zo actieven. Dus volgens mij gaat alleen Martin gaat er naartoe en nog iemand, weet ik niet. Later heb ik nog een Battlefront 2. Heb jij nog een Battlefront? Ik ook, man. Ja. Ik heb ook een afspraak om 4 uur bij EA Play en ik wil zeker Battlefront 2 checken. Dus we hebben in principe niet verschrikkelijk veel tijd. Hoe ga jij mee shoppen dan? Ja, dat is een goede fucking vraag. Hoor je dat? Taylor Swiftje, doe eens een Taylor Swiftje voor ons. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Ondertussen gaan de andere jongens boodschappen doen. Want dat moet ook gebeuren, hè? Ja, ik wil graag... Nou, dit ongeveer. Ja? Ja, dit is wel wat ik wil. Moet jij helpen? Nee, ik ben aan het filmen. Zullen we daar gaan ontbijten bij de McDonald's, schoot? Ja. Helemaal geen mooi shot eigenlijk. En na het heerlijke ontbijtje splitsen we op. De ene helft gaat naar IE, de andere helft gaat shoppen. Want Wouter heeft een nieuw shirtje nodig. Een nieuw gezicht nodig. Super grappig. We gaan naar de winkel. We gaan naar de winkel. Die ene in LA die ze hebben. We gaan een beetje shoppen en daarna gaan we naar IE. En dan gaan we wel voor 2 spelen, Wouter. Maar we gaan wel de persconferentie missen nu. Maar daarvoor hebben we Martin. Die is namelijk ter plekke. Die cap nodig, die schoenen nodig, die shirts nodig. Wouter heeft een nieuw gezicht nodig. Dus let's go! Het hele vette, smooth filmpje van onze ride. Dit wordt een heel erg vet, smooth filmpje van onze ride. So you want to be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Deze auto heeft stel ballen. Kick him in the bowl. Martin die
kwam naar ons toe, een soort van in paniek. Wij gingen shoppen en Martin die had al verplichtingen. Dus die zei, kunnen jullie voor ons of voor mij een pakje boxershorts meenemen? We zijn de lulligste niet, dus ik denk dat dit hem wordt. Konnichiwa en welkom in Tokyo, Japan. Nee, Los Angeles, in de Tokyo Store. Ondertussen is Martin bij de persconferentie van EA. En die is niet echt onder de indruk. Oké, de EA persconferentie zit er net op. En ik moet heel eerlijk zijn, het was niet de beste persconferentie ooit. Het was ook niet een echte persconferentie. Het ging vooral om spelen. En het spelen ging dan weer vooral om Star Wars Battlefront 2. En als je naar die game kijkt, ja, het ziet er natuurlijk fantastisch uit. Maar wat we hier eigenlijk wilden zien was de singleplayer. En die was misschien wel de grote afwezige. En dat is toch... ja, het belangrijkste nieuwe ding van de Star Wars Battlefront 2, dus helaas niet gezien. Wat we wel hebben gezien is een half uur gameplay beelden van de multiplayer van Star Wars Battlefront 2. Maar ja, het zag er heel goed uit, maar ik had eigenlijk toch stiekem die singleplayer willen zien. Wat we ook hebben gezien was Need for Speed, de nieuwe Need for Speed. Eigenlijk was het gewoon Fast and the Furious de game. En Fast and the Furious vind ik stiekem een hele toffe film. En ik ga dit denk ik ook wel een hele fijne race game vinden. Je kan weer lekker modden je wagens. Je kan lekker spectaculair racen. En er zit gewoon goed de snelheid in. Goed de actie zit erin. Dus dit wordt wel een heerlijke guilty pleasure race game. Ook twee nieuwe games hebben ze even kort laten zien. Eentje daarvan was A Way Out. Oftewel een co-op game. Die moet je spelen in splitscreen met z'n tweeën op de bank of over het internet. Ik ben bang dat je wel een paar weekendjes flink aan de telefoon moet gaan hangen van hey, wanneer kan jij? We moeten toch echt even die game uit gaan spelen. Maar dat kan wel heel tof zijn en ik vind juist heel vet dat ze iets nieuws proberen. En niet voor de veiligheid gaan, maar gewoon een vette co-op ervaring neer proberen te zetten. Daarnaast hebben we ook nog de nieuwe game gezien van BioWare, Anthem. Kan ik helaas nog niet zoveel meer over zeggen, want veel meer gaan we morgen zien bij de Microsoft persconferentie. En hij gaat speelbaar zijn op de Scorpio, dus dat gaat wel een dingetje worden. Ik ben benieuwd, ik hoop dat we weggeblazen gaan worden. Weggeblazen werd ik helaas niet door deze persconferentie. Alle inkopen zijn inmiddels gedaan en de boys proberen langs een gigantische rij naar binnen te komen. En dat is zeker spannend voor Florian. We lopen keihard langs een gigantische rij. Keihard langs een gigantische rij, want ja. We hebben EA Play, we hebben afspraken om de game te spelen. Ja, en iedereen moet volgens mij in de rij staan, maar daar hebben wij schijt aan, want wij zijn van PU, dus fuck it. Ja, nu zeggen we het allemaal heel dapper, maar ja. Het is ook nog maar een beetje duimen dat we er echt in komen. Ja, voor mij is het helemaal, want ik heb helemaal geen QR-code, ik heb geen uitnodiging, helemaal niks. Nee, precies. Thank you so much. Is this gelukt? Gelukt. Maar hoe is het gelukt? Uiteindelijk? Gewoon heel lief lachen. En een beetje bluffen. En dan komt het helemaal goed. En zo is het iedereen gelukt om binnen te komen bij het redelijk vette EA Play. Zo kunnen we op de foto met echte Sims. Lekker hè Wouter? Wouter en Tjeerd hadden bovendien een speelsessie met Battlefront 2. Die zonnebril even af, man. Ja, dat is wel voor wannabe. EA Play was vandaag, Wouter. En we hebben beide Battlefront 2 gespeeld. Eerder dit jaar ben je ook al op trip geweest voor de game. Eigenlijk ben ik de vooraanstaand expert op het gebied van Battlefront 2 op deze aarde. Behalve dan ontwikkelaars natuurlijk. Ik ben meerdere redenen was ik heel erg blij. Ten eerste omdat het een level was over de prequels. Op Naboo, dus dat is die planeet uit de Phantom Menace. Ja, waar de Empress vandaan komt. Queen Amidala komt er vandaan. Amidala vandaan. Zeker. Ja. En waar, daar komen de Gungans komen er vandaan. De alle irritantste aliens van het hele Star Wars universum. Maar... die komen niet in deze map, nee. Die hebben wij niet gezien. Nee, wat wel heel apart is je vocht de Separatisten, dus de Battle Droids bijvoorbeeld uit de prequels, vochten tegen eigenlijk wat leek op de Empire, maar het zijn eigenlijk de clones.
Dus die weet wel. De Clone Army, ja. De Clone Army. Dus eigenlijk lijkt het een beetje als twee evil kampen tegen elkaar aan het knokken zijn. Want bij die Clone Army zitten ook officers. En die zien eruit als die fucking nazi's uit de Empire. Met een hoedje zo. En dat vond jij heel erg leuk om te spelen, toch? Die ene officer. Want... Ja, die officer deed ik inderdaad veel. Omdat die dus een leuke... heeft een turret heeft hij. En hij heeft een soort van ability waardoor iedereen bufft. En daar krijg je ook weer extra punten van. Ja, en voor duidelijkheid, de klasses zijn dus terug in Battlefront. Waar je eerder met power-ups voertuigen en zo moest krijgen, hebben ze dat nu anders gedaan. Ja. Je kan nu punten verzamelen. Voor elke punten die je verzamelt, kan je weer andere dingen kopen. Ja. Zoals als je 4 kills hebt gemaakt of zo, dan kan je een vliegtuigje pakken of zo. Walker, zo. AT-ST volgens mij was. Ja. Het, dus ik zo'n mini-walker, dan zit je zeg maar zo als een... Ja, het lijkt een beetje op een Segway, alleen ja. Dan is het een walker. Zeg maar. Die weet wel heel lullig te brengen inderdaad. Ja, Segway walker. Het is ook best wel een lullig ding moet ik zeggen, want ik werd dat ding, en wat Florian zat mij een beetje af te leiden. Ik zei van, oh kijk wat ik nu heb, ik kan nu deze kopen. Binnen 3 schoten was ik dood. En ik keek zo en ik keek terug, toen was ik al dood. Ja precies, dan had ik precies hetzelfde. Het was best wel moeilijk. Maar voor de rest, je krijgt zeg maar punten en bijvoorbeeld voor, wat verdienen we gemiddeld? Als je een goed potje deed... Als je een goed potje deed, dan kom je wel op 1000. 1000 punten. En dan heb je 5000 punten, heb je een hero. Dus bijvoorbeeld Rey, Han Solo, aan onze kant. Ik heb met Rey kunnen spelen, het was echt awesome. Jullie zaten om me heen. Ja. En ik was Rey en ik zo... Drie van die gasten kapot. En toen op een gegeven moment zo... Ah, ik voel me awesome! En toen kwam Darth Maul en ik... Ja, en wij zo... Wow! Lightsaber gevecht! Ja. En het duurde 3 seconden en toen was je dood. Op zoveel fronten is het duidelijk, is het beter geworden, de classes, het ziet er ja, natuurlijk weer beter uit. De manier waarop je heroes verdient is beter, het is niet meer een random power-up ergens op de map. En het feit dat het de prequels is vind ik al fantastisch en het speelt... Het speelt veel beter dan 1. Ja, vind ik wel. Gewoon, er zit veel meer diepgang in, er zit veel meer tactiek in, het ziet er mooier uit. Je hebt veel meer het gevoel dat je... een game aan het spelen bent die gebalanceerd is en waarin ze weten wat ze wilden doen en dat ze ook goed hebben uitgevoerd. Ik wil niet clichés gaan smijten. Dat probeer ik altijd te voorkomen, maar het smijt ze wel naar meer. Oh my god, sorry. En dat was het weer voor dit E3-journaal. Morgen zijn we natuurlijk gewoon weer bij, dus kijken op Power Unlimited.